mensen stellen die verre vliegreis toch maar even uit. Maar gelukkig kun je deze zomer toch in de tropen wanen. Nou ja, soort van. Zoals hier in Kwaadendamme, met al die tropische planten, maar ook aapjes en gekko's bijvoorbeeld. Het is ook niet zomaar een pad, het is de reuzenpad. Wow, Sander, wat een joekel inderdaad. Waarom eten ze? Groot, hè? Zo. Ja, ze vinden het nog een klein beetje spannend dat ik hier zo bij ze sta. Je geeft natuurlijk dag in dag uit uitleg aan kinderen die allerlei vragen hebben. Ja. Dat hoort wel een beetje bij jouw werk, toch? Ja, klopt. Educatie is heel belangrijk in een dierentuin. En eigenlijk zijn we daar continu mee bezig. Wat eet het dier? Dat is een vraag die heel veel gesteld wordt. Goh, lekker. Wormen, fruitvliegjes. Is het allemaal voor die kikkers? Die fruitvliegen wel in ieder geval. Ik heb hier voor allerlei dieren wat mee. En dat gaan we zo meteen ook aan iedereen geven. Ik heb hier zo dus de blauwe gifkikkers en de gouden gifkikkers. En de gouden gifkikkers, dat is de giftigste kikkersoort ter wereld. Om deze dieren te voeren is niet zo heel gevaarlijk, want gifkikkers worden giftig door wat ze eten in de natuur. In het wild eten ze giftige insecten en zij zetten dat gif op de slijmlaag op hun huid. Waar let je nou goed op? Nou, ik ga in ieder geval kijken of ze allemaal gaan eten. Want ja. Ze horen allemaal meteen op het eten af te komen. Kijk, daar gaan de eerste al. Kijk, ze komen al, wat leuk. Ja, ik pak je gewoon een handje. Oh, die gooi je er gewoon zo in. Nou, leuk. Uw best. Ze bijten niet, hè? Oh, nee, ze bijten niet. Ik vind het toch een beetje vies. Oké, 3, 2, 1. Nee, ik durf het niet. Nee, grappig. Dat is echt heel vies. Nee, het kriebelt wel heel erg natuurlijk, al die pootjes. Oh, vreselijk. We gaan nu eventjes wat groenten snijden, toch? Ja, klopt. Gaan we lekker beginnen met de groenten, denk ik, hè? Ja. Ik heb hier 3 bakjes. We hebben 3 soorten apen. Mm-hmm. Dit is stukje nummer 15, dus dit aapje heeft best wel geluk. 13, 14, 15. Hier heeft 1 aapje iets minder geluk. Over hoeveel apen ben jij eigenlijk bezig? Ik ben voor 4 aapjes aan het snijden. Oh, dat is kijk. Iets makkelijker te verdelen. Het verzorgen van de dieren, dat het komt allemaal vrij veel op hetzelfde neer. Maar ik heb ook gewoon heel veel verschillende soorten dieren. Ja. En die eten toch allemaal wat anders. Die hebben net allemaal een andere verzorging nodig. Ja. Waarom zijn deze ara's nou jouw lievelingsdieren? Ja, omdat dit echt hele slimme dieren zijn. Ze herkennen mij, ze vinden mij ook heel leuk. Altijd als ik voorbij kom, dan proberen ze mijn aandacht te trekken. En van alle dingen die jij hier doet, waar geniet je nou het meeste van? Ja. Er horen natuurlijk ook wel wat rotklusjes bij. Ja, natuurlijk zijn er wat mindere klusjes. Maar het mooiste moment van de dag is toch wel 's ochtends hier zo binnenlopen en de tropen hier zo om je heen hebben. En al je dieren begroeten. En daar horen ook deze bij. Leuk. Wat wil je als kind eigenlijk worden? Als kind wilde ik altijd al dierverzorger worden. Kijk, ja. Dus dit is jouw absolute droombaan? Absoluut. Als je er maar hard voor werkt en je gaat er echt 100% voor, dan lukt dat. Dus 44. Zo zag het er vorig jaar uit tijdens de carnaval in Aardenburg. Of eigenlijk moet ik zeggen Ulehad, hè? Ja, dat klopt. 11 is een zottig getal, hè? Dus 4 keer 11 is dan een jubileum, zeg maar. Maar je vier keer het zottig getal hebt. Maar je hebt dat nu in een boek weergegeven. Wat is daar precies in te lezen en te zien? Als je een feest organiseert, dan de tent is opgeruimd en dan blijven alleen de herinneringen over. Ik wil eigenlijk ook iets tastbaars overhouden van 44 jaar bestaan.
En nu kun je nog praten met mensen die of bij de oprichting aanwezig waren. Het is de vraag of dat bij een volgend jubileum nog kan. En wat is dan het meest bijzondere wat eruit komt na 44 jaar carnaval in het Ulat? Nou ja, wat ik zelf het meest bijzondere vind is dat hier in West-Vlaanderen Ulenhout eigenlijk als enige overgebleven is. Want in andere plaatsen zoals Groede, IJsendijk, Hoofdplaat, daar is carnaval allemaal verdwenen. Terwijl dat hier gewoon gebleven is, zeg maar, en zelfs gegroeid is in de loop der jaren. Hey, en je hebt het boek, heb je daar bij je liggen, toch? Pak het boek er even bij. Nou, ik ben er, zijn er 2 jaar mee bezig geweest. Het gaat ook een klein beetje terug naar, ik begin ook een beetje met de verhalen van voor de nacht toen opgericht zijn. Dus ook over de middeleeuwen, het Saturnalia, feest van de Romeinen. Hey, en nu je dat boek zo in je handen hebt, hoe trots ben je daarop? Ja, op eenmaal inderdaad gedrukte vorm en dan zie je pas echt hoe mooi of het is. En dan ben je echt trots op. Ja, dat, Lekker gedoken? Heerlijk gedoken. Ja, goed zo. Nou, hoe kom jij de zomer door? Onder het water, op het water. Mail het naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl. Hoi, ik ben Nena uit Ossendrecht. En mijn tip voor jullie is om het Zeeuwse water op te zoeken. Ik doe de groetjes aan mijn oma uit Middelburg. Hallo, ik ben Renzo. Ik voetbal bij PSV. Ik ben hier in de duin aan het hardlopen. De groet uit Zeeland. Hallo, ik ben Wouter. Hallo Marieke. En ik ben Femke. Hoi. Hoi. En wij zijn een dagje in Tholen met de boot. En we hebben ook nog een pupje bij ons. Dat is Boemel. En die vindt het ook leuk in Zeeland. Wij komen hier graag. In Tholen. In Tholen. Dag allemaal. Dag.